ons volgende opsporingsbericht. Vorig jaar, op zaterdag 8 maart rond middernacht, woedde er een felle brand in een leegstaand schoolgebouw op Linkeroever. Na de bluswerken, die tot 's ochtends vroeg duurden, werd een verkoold lichaam teruggevonden. De brand legde het hele gebouw in de as. Het stond bekend als kraakpand en wordt gebruikt door daklozen en drugverslaafden. Het stoffelijk overschot dat er wordt teruggevonden is onherkenbaar verminkt. Aan de hand van de schedel wordt zijn gezicht gereconstrueerd. De man is afgebeeld zonder haar, omdat hierover geen duidelijkheid bestaat. Ook de kleur van de ogen is niet bekend. Het zou gaan om een man van 25 tot 35 jaar oud, van Caucasische afkomst. Dat wil zeggen, is eigenlijk een blank persoon, Europese afkomst, laten we zeggen. En daar stopt onze informatie momenteel. De speurders willen meer te weten komen over de identiteit van het slachtoffer. Ze gaan hier zeer ver in en passen een nieuwe onderzoekstechniek toe in een gespecialiseerd lab. Aangezien we heel weinig van het slachtoffer weten, zijn we aan de hand van het principe je bent wat je eet op zoek gegaan naar de geboorteplaats van het slachtoffer. We hebben een tand genomen van de persoon, het tandemaai afgeboord en geanalyseerd voor een strontiumisotope samenstelling. Strontiumisotopen van het tantemaai geven weer wat de herkomst geologisch van die voeding was van die persoon tijdens zijn eerste levensjaren. En zo kunnen we op zoek gaan naar een regio waar de persoon opgevoed is. Het slachtoffer geeft dus een stukje van zijn identiteit vrij aan de hand van zijn tanden. De speurders hebben nu een indicatie van waar de man is opgegroeid. Uit de chemische analyse is gebleken dat als de persoon afkomstig is uit de Benelux, hij zijn eerste levensjaren heeft doorgebracht in Centraal Vlaanderen. Dat wil zeggen de lijn ten zuiden van het gebied ten zuiden van Brugge, Gent, Antwerpen tot Brussel. De politie wil de identiteit kennen van de verkoolde man. Kort voor de brand uitbrak zijn twee jonge mannen gezien in de omgeving van het schoolgebouw. Ook zij zouden nuttige informatie kunnen geven over de omstandigheden van de brand. De politie gaat in deze zaken niet uit van kwaad opzet. Alle tips zijn welkom op het gratis nummer 0800 91 119 of via opsporingen@politie.be. U kan informatie over het slachtoffer ook nalezen op de website www.politie.be.